Zo. Ja, dit is van afgelopen week, hè? Niet dat je denkt van Ja, dus deze maandag gaan we speciaal even naar het wijnmannetje. Denk hoor. Komt eigenlijk allemaal zo op elkaar. Even zoeken. Volgens mij heb ik hier de plannen gewoon liggen. Ik zat er niet dat ik het echt de weg niet meer weet. Dat zat wel. Droesem. Ja. Bij het wijnboertje. Ach! François! Ja, het is gewoon Erik hoor. Het is gewoon Erik. Oké, wilde ik u deze laten proberen? Ach, dat is wel lekker. Heerlijk. Wacht, ho. Wat is? Eerst ruiken we. Ja. Oh! Dan nemen we een slok, we laten hem door de mond gaan. Zuigen even en dan spugen we hem uit, kijk. Nu. Zonde. En we spugen hem uit. Dat is bizar. Jij zegt ook dat ik een slok nam, toch? U moet hem uitspugen, hè? Dus laat hem door de mond gaan. Nog een keer, ja? Ruiken. Een beetje zuigen. En nog maar een klein glaasje. Want dit is echt wel een beetje hoe ik het bloed van Christus voor me zag. Godzijdank, je bent mijn beste vriend. Nee. Doe maar 300 van deze en dan kom ik volgende week wel uit. Ja. Meneer pastoor, is het wel verstandig dat u nog gaat rijden? Tot de volgende, dankjewel. Meneer pastoor!